structuur die alles afvlakt en die doet alsof dat het hoogste ideaal het genoeg hebben van luxe is, die slaagt er niet in van de menselijke ego te overstijgen. Ik heb antropologie gestudeerd, ik heb theologie gestudeerd, ik heb heel veel tijd gespendeerd in de socioculturele sector. Ja, ik ben zoals veel Vlamingen opgegroeid in een normaal, seculier Vlaams gezin, maar mijn moeder was toevallig zeer katholiek. Rond mijn 16e ben ik zelf bijna geïnteresseerd geraakt in meditatie, in spiritualiteit enzovoort. Zoals dat bij veel mensen gaat, eerst de Oosterse religies beginnen onderzoeken, want ja, dat was interessant en anders enzovoort enzovoort. Maar door dat te doen heb ik eigenlijk mijn eigen traditie veel beter beginnen begrijpen. Mijn engagement in het sociale, mijn engagement in het politieke, vertrekt vanuit een bewogenheid die vanuit de ziel komt. En wat mij betreft is dat ook een probleem in de maatschappij, dat de bezieling te weinig plaats wordt gegeven. Maatschappijen gaan in een bepaalde richting en vergeten van aan zelfreflectie te doen. Net gelijk dat een mens dat moet doen, aan zelfreflectie doen. Nadenken over, heb ik mijn dag goed gespendeerd? Heb ik de dingen juist gedaan? Af en toe moet je van die momenten inbouwen waar dat je jezelf in de weegschaal legt en kijkt of dat je gewoon goed bezig bent of niet. Volgens mij moet de maatschappij dat at large, in het groot en breed, ook doen. En zichzelf af en toe in vraag stellen en bijsporen waar nodig. En dat soort dingen doet je door, in grote mate door veel overleg, maar ook door rust en kalmte in te bouwen. Er wordt in heel wat middens heel vaak over openheid gesproken en over dialoog en naar de ander toe gaan en elkaar leren begrijpen enzovoort. Maar heel weinig wordt dat gedaan. Ikzelf als christen ga de wereld rond en spreek met invloedrijke spirituele leiders en bekende artiesten uit de islamitische wereld. Ik breng al die gesprekken samen op een website. In principe is dat de eenvoud van het project. Het wordt gewoon verzameld. Al die mensen die met vernieuwende ideeën binnen de islamitische wereld bezig zijn. Hetgeen wat mij het meeste stoort aan ons maatschappij nu, is dat er een soort basismotivatie lijkt te komen die niet alleen egoïstisch, maar hoofdzakelijk egocentrisch, heel sterk op zichzelf gericht, heel navelstaardig, allemaal terugplooien op onszelf, bang zijn van alles wat van buiten komt, dat proberen tegenhouden, wegduwen. Wat we zelf doen, doen we beter, altijd en overal. Dat is gewoon niet juist. En dat is een motivatie die langzaamaan kruipt bij iedereen en we merken niet eens dat dat aan het gebeuren is. In de banner op mijn website staat er: de waarheid wordt te weinig gezocht, de liefde te weinig gevonden. En dat is niet een klein one-liner waar ik plots aan dacht, maar ik bedoel er wel degelijk wat mee. Ik vind ook werkelijk dat de mensen veel te snel, en dat is dan nog mijn grootste probleem niet, maar vooral veel te agressief een mening naar voren schuiven, zonder naar de waarheid te hebben gezocht. Zeker in conflicten, en zeker ook in maatschappelijke conflicten. Dan moet je goed luisteren naar elkaar, dan moet je in dialoog gaan, dan moet je onderzoeken wat de ander zegt enzovoort. Die waarheid wordt veel te weinig gezocht, ook de diepere waarheid. Als het dan over religieus-spirituele waarheden gaat, mensen blijven veel te veel aan de oppervlakte. Er is een gigantische traditie, of er zijn meerdere gigantische tradities. Je moet diep gaan in die waarheid. Alleen is het zo dat als je in die tradities dieper graaft, dat iemand rap leert dat die waarheid geen waarheid is van concepten, ideeën, principes, regeltjes enzovoort. Het is een waarheid die van binnenuit moet leven. Dus gelijke liefde. Het is zoiets als liefde, iets dat je verwarmt van binnenuit naar de andere mensen toe. En dat je naar die andere mensen brengt. Van hart tot hart, van ziel tot ziel. Dat is wat dat liefde doet. En daar zit hem ook de waarheid. Dat je op die manier moet leven. Heel veel mensen denken dat spiritualiteit en religie, dat die los van elkaar staan. Daar zit, denk ik, een grote denkfout, maar die logisch is dat die er nu is gekomen omwille van een ongenoegen met een heel aantal instituten die uit de religieuze traditie komen. Ik spreek zelf vaak over spiritualiteit eenvoudigweg om niet altijd alle verschillende religies of geloven te moeten opnoemen. Spiritualiteit is iets basic dat er bij allen een beetje in zit, dus dan kan ik tegen iedereen spreken over datzelfde gevoel. Maar de religieuze tradities zijn niet allemaal hetzelfde. Ze zijn tradities omdat ze tradities zijn. Ze komen ergens uit, ze gaan ergens naartoe, ze staan op een bepaald punt. Maar die tradities zitten bol van de spiritualiteit. En het probleem is dat mensen nu, omwille van ongenoegen met instellingen, dan naar spiritualiteit elders gaan zoeken. Maar de spiritualiteit die ze daar vinden, staat vaak heel los van die grote tradities. Gebed, meditatie, vasten enzovoort. Heel veel praktijken.
Als je die niet doet, blijft uw spiritualiteit iets principieel, iets in uw hoofd en niet iets dat werkelijk geworteld wordt in uw eigen bestaan.